Zo'n 20 leerlingen uit de groepen 7 en 8 van 4 basisscholen nemen deze week de plaats in van de gemeenteraadsleden van Beuningen. Tijdens de kindergemeenteraadsvergadering presenteren de leerlingen hun plannen voor de gemeente en stemmen zij over de besteding van een bedrag van 2.500 euro. En misschien ook nog kijkers thuis. Kinderen van basisscholen De Hoeve, De Montijn, Klaver 4 en De Ruiter konden plaatsnemen op een eigen plekje in de Beuningse raadzaal voor de 13e kindergemeenteraad. Onder leiding van burgemeester Daphne Bergman werd deze editie geopend. We hebben elk jaar een kindergemeenteraad en dat kinderen kunnen ervaren wat het is om politiek te bedrijven. En dat is natuurlijk heel leuk in de raadzaal van de gemeente Beuningen, dat ze ook leren overtuigen waarom is mijn idee het beste. En zo krijg je al iets mee eigenlijk van hoe politieke besluitvorming gaat. De kindergemeenteraad gaat nu 4 thema's uitwerken en het beste plan gaat dan winnen en dat gaan we ook uitvoeren dan. Na de opening werden de kinderen in groepjes verdeeld, zodat ze samen ideeën kunnen uitwerken om eenzaamheid in de gemeente Beuningen tegen te gaan. Het thema van dit jaar. Al gauw zijn er dan ook plannen gemaakt om dit probleem op te lossen. Nou, we gaan overleggen hoe we het kunnen verzorgen dat er in Beuningen minder eenzaamheid is. Nou, wij hebben gekozen voor een muziekmiddag en daarmee heb je een bingo, lekkere hapjes en wat was het ook alweer? Ja, gewoon een DJ die muziek draait. Of in het begin of aan het einde gaan we bingoen met ouderen. En dan gaan we allemaal muziek uit de tijd van hun draaien. Ja, er zijn ook kleine prijsjes, ook hapjes. En die kunnen ze gewoon krijgen. Ja, eigenlijk wou ik eerst een ander plan. We moesten gaan kiezen. Maar nu wordt het plan wel steeds leuker. Ja. Dit is allemaal om eenzaamheid in de gemeente tegen te gaan. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk volgens de kinderen? Eenzaamheid is eigenlijk een beetje dat iemand zich heel alleen voelt en ja, niemand heeft om mee te praten. Mensen die zich alleen voelen, die zijn dan eenzaam en dan hebben ze weinig vrienden of dan hebben ze geen vrouw of man. Nou, eigenlijk dat je alleen, een beetje alleen bent. En ja, een beetje buiten de rest van de wereld. Dat je bijvoorbeeld misschien ook wel een beetje gepest wordt en dat je eigenlijk helemaal geen vrienden hebt. Dat je alleen voelt en dat je niemand om je heen hebt die soms met je kan praten. Na een middag voorstellen bedenken, presenteren, debatteren en stemmen is er een winnaar. Het voorstel voor de muziek- en bingo-middag bij de Aldersteeg heeft gewonnen.